kan je dan burgerraden en zo. Maar ja, je voelt al aan je water. Wie komen er in die burgerraden terecht? Namelijk mensen die, ik mag ook niet meer zeggen, hooggeschoold en laaggeschoold. Hè? Want eigenlijk hooggeschoold, dat moet je nu zeggen, theoretisch geschoold. Ja. En laaggeschoold zijn praktisch geschoold. En als we dat even kort moeten samenvatten, dan is het zo dat theoretisch geschoolden helemaal niets kunnen. Kunnen nog geen schroeven indraaien. Ja, dat hebben ze niet geleerd. Dus en de praktische scholen, die draaien eigenlijk, laten de samenleving draaien. Dat is heel fijn ook. Ja, het is wat. Je hebt wel gezegd een modeverschijnsel, vind je het? Ja, dit heeft te maken met die verschuiving van... Hè, een bepaalde term wordt dan langzaam door culturele veranderingen als discriminerend ervaren. En dan moet er een nieuwe term komen, in dit geval dan praktisch. Maar natuurlijk dat het discriminatieaspect blijft bestaan. Ja. Ja, praktisch gescholden worden minder betaald. Naar mijn idee mogen ze best ook wat meer betaald worden. Maar het wordt toch algemeen in onze samenleving als voordelig beschouwd als je hoger geschoold bent. Ja. Theoretisch geschoold ben. Ja. Iedereen moet weten in welke rivier uitmondt in de Kaspische Zee. Daar heb je verder geen zak aan natuurlijk, want wanneer kom je daar nou? Maar dat is ons idee. Zo zit de cultuur in elkaar. Terwijl er ook heel veel mensen zijn die dat helemaal niet leuk vinden. Om dat te leren en dat te doen. Nee, absoluut. Maar ja, we hebben leerplicht tot onze 18e verjaardag. Hè? In ieder geval nog 1 of 2 dagen of zo. Ja, je kunt ook dan stoppen of niks gaan doen. Of ja. Je kunt zeggen, ik ga een opleiding doen waar ik weer mee heel veel mensen hebben helemaal geen zin om te leren dat de Wolga in de Kaspische Zee uitkomt. Nee. Maar kan ik me ook best begrijpen, overigens. Ja. Maar ik bedoel alleen maar dat de cultuur in grotere, in ruimere zin, niet waar, hoog opgeleid. Theoretisch opgeleid als waardevol ziet. Ja. Als waardevoller dan praktisch. Praktisch opgeleid, dat was het toch? Ja. Heeft het ook niet te maken met de inclusiviteitstheorie? Hè? Bij overal, iedereen moet erbij horen, niemand uitsluiten, iedereen moet zichzelf kunnen zijn. Natuurlijk, dat vinden we allemaal en terecht. Dat is ook in een democratische rechtsstaat hoort dat ook zo te zijn. Maar iedereen weet natuurlijk dat de verschillen in feite in praktische beleving dat die enorm zijn. Mm-hmm. Als je natuurlijk aan het precariaat, waar we tegenwoordig zo vaak over spreken, ja, als je helemaal onderaan bungelt, dat is heel wat anders dan wanneer je in Bloemendaal in een reuzenvilla woont. Ja. Maar die zijn nou eventueel twee extremen, maar ja, natuurlijk zijn die situaties fundamenteel verschillend. Maar ook timmermannen en zo, die verdienen toch helemaal niet slecht? Helemaal niet. Absoluut niet. Dus veel van de praktische gescholden verdienen prima. Ja. Ze zeggen wel, dat is de nieuwe rijken, want er is heel veel vraag naar. Ja, zeker, zeker. Maar ja, dat je mag, want dit hele probleem deed zich voor, omdat ik had gezegd, overigens op basis van de berichtgeving in de kwaliteitskrant, ja, de bron Ipsos. Dat het statistische profiel, ja ook van Ipsos trouwens, het statistische profiel van de BB-beweging, ja, dat wordt bepaald door oudere 50-plussers en mensen die praktisch opgeleid zijn. Of helemaal niet opgeleid, dat weet ik niet precies. Maar goed, die in ieder geval niet hoog opgeleid zijn. Ja. En dat werd gezien als hooghartig, arrogant, beledigend. Nou ja, we hebben gezien wat dat zo'n beetje opgeleverd heeft. En ik begreep dat de krant ook uitgebreid, ook weer niet bedreigd, maar goed, allemaal boze brieven had gekregen dat dat niet mocht en dat het discriminerend was. Hmm. Sowieso is het natuurlijk, kijk, bij een dergelijke verkiezingsuitslag, die natuurlijk hoger uitviel dan veel. Iedereen wist dat het flink wat zou worden, maar het viel hoger uit dan gedacht. He, ze wonnen in alle provincies. Ja, want Utrecht uiteindelijk ook. Ja, dat was de laatste. Dat was de laatste. Dan heeft iedereen de neiging om de betekenis daarvan schromelijk te overschatten. Ik ga nu weer iets zeggen waardoor we ongetwijfeld tal van boze reacties krijgen. Wat je bij zo'n gelegenheid al gauw vergeet, is dat 3/4 van de kiezers helemaal niet op de BBB-beweging hebben gestemd. Die hebben iets meer dan 20% van het electoraat weten te bewegen. Bovendien natuurlijk bij provinciale statenverkiezingen waarbij de opkomst vrij beperkt is. Je weet, oudere mensen gaan trouwer stemmen dan jonge mensen. Die blijven liever in hun nest liggen.
grote stadsbewoners, jongens, grote stadsbewoners. Zag je ook bij de Brexit, hè? Zijn niet geïnteresseerd, precies net als bij de Brexit.